politieke praatprogramma van Twenteland. Politiek is politiek en je maakt voor jezelf een afweging. Wat speelt er? En waarom wordt juist deze beslissing genomen? Ik kijk er wel met een goed gevoel op terug. Van je tijd is het oorlog. Actueel, met ruimte voor debat. Als je bij pagina 2 bent, dan is het geld al een beetje op, denk ik. En dan is de stamper de beste optie. Wie gaat met de eerste strijken? Praat mee tijdens de uitzending van Politieke Stem op Delta FM. Is dit een reden om te stoppen met de coalitie? Uw reactie is meer dan welkom. Goedenavond, kijkers en normaal gesproken zeg ik, en luisteraars. Maar vanavond hebben wij geen lokale radio. Een aantal van onze technici was helaas verhinderd. En daarom moet u het doen met de televisie en onze Facebookpagina, waar u ook uw vragen kunt stellen. We hebben ook geen ondertiteling van de namen van onze gasten. Maar als ik u de gasten voorstelt, dan hebben zij geen ondertiteling nodig, want u herkent ze ongetwijfeld. Het is aan mijn rechterhand Marcus Elsinga, fractievoorzitter van de GBT. Maar ook aan mijn rechterhand, maar iets verder weg, Erik Veldmeijer, fractievoorzitter van de PVV. Heren, hartelijk welkom. Jullie zijn gelukkig ook nog in vakantiestemming, in ieder geval vakantiekleding. Want het is me het weertje wel, hè? Heerlijk. En komt dat nou door de klimaatverandering, Marcus? Nou, ik vind het allemaal over de hele klimaatverandering. Het is allemaal zwaar overdreven, heb ik het idee. Alleen ik zag vandaag dan weer een onderzoek, dus hoeveelste uit zoveel. Dat was een university in Amerika, die deed elke 10 jaar onderzoek. En dat was dan begonnen in 1961. En ten opzichte van 1961 en nu was de gemiddelde temperatuur met 3 graden toegenomen. Richting de Zuidpool is dat 0,8 en hoe hoger je gaat, in Rusland ergens een puntje dicht bij de Noordpool, dan was het dan 5,8 omhoog gegaan. Ja, ik denk, ja, we hebben zoveel onderzoeken gehad, maar ik vind het nogal vaag allemaal. Want dan zit je gelijk op Twitter allemaal mensen, ach, het is zo warm. En dan kan mijn jeugd ook nog een moment herinneren dat het net warm was. Dus ik weet niet wat ik daar precies mee moet. Ja, er wordt wel behoorlijk over gepubliceerd, de klimaatverandering. De opwarming van de aarde is een groot probleem. Er gaat ook heel veel gemeenschapsgeld naartoe. Men is er druk mee. Erik, jij hebt daar ook een mening over. Ja, nou, het feit dat het klimaat verandert, dat staat wat ons betreft niet ter discussie. Omdat het klimaat altijd is veranderd zolang de aarde bestaat. En de discussie gaat erom wat de invloed van de mens is. En dat heeft, wat ons betreft, nog niemand bewezen. Dus de groene leugen, zoals we dat noemen, bedoeld om het klimaat te beheersen, ja, dat vinden wij ridicuul. Wat ons betreft is er geen thermostaat waarmee je het klimaat kunt regelen. Maar dat er veranderingen zijn, ja, dat is heel logisch. Dus die hele discussie, bijvoorbeeld ook bij Airport Lelystad, stikstof en weet ik het wat, dat heeft er allemaal mee te maken. Vind jij overbodig of slaat men door? Nou ja, als je kijkt naar het milieuaspect, luchtvervuiling, dan vind ik het reëel om het daarover te hebben. Maar volgens ons is de lucht nooit zo schoon geweest als nu. Maar dat wij denken dat we invloed kunnen hebben op het klimaat, 1,5 graden of 2 graden minder als alle energiedoelstellingen worden verwezenlijkt. Ja, dat vinden wij ridicuul en bovendien onbetaalbaar. Ja, ik heb, Marcus, jij vertelde het al iets. Men overdrijft het op dit moment, hè? Ik zag ook een voetbalwedstrijd, daar was het geloof ik 26 graden en daar gaat men dan in een helft drinkpauzes inlassen. Dat hebben we toch vroeger nooit gedaan, nee, als wij aan het voetballen waren. Nee, dat wordt al lach als ze straks een WK in Qatar hebben. Ja, dan hebben ze het over dat de stadions gesloten zijn en allemaal airco's zijn. Nou, we moeten het allemaal maar zien. Maar ja, ik vind wel dat het heel erg overdreven wordt. Ook dat meisje dat dan weer handtekeningen ophaalt. En zo'n, ik heb zoiets van, was gisteren op tv, zag ik even snel. Maar ook die kinderen worden ook gewoon op een bepaalde manier bijna geïndoctrineerd, vind ik een beetje. Want er is natuurlijk ook nog een andere kant van het verhaal. Kijk, ik vind dat mensen een goed gedrag, hè, wat hun vinden goed gedrag om het anders te doen, dat mogen ze van mij. En mag ook best wel gestimuleerd worden, maar je moet mensen niet gaan dwingen.
En heel veel mensen kunnen het gewoon niet betalen. Nee. Die hebben al moeite om een hypotheek op het huis rond te krijgen. Ja. Of dan verliest er iemand een baan. Dat zijn allemaal, die hebben hele andere zorgen dan het klimaat. Wij zeggen altijd als GBT, het begint bij een goede isolatie. En als je geen goede isolatie hebt, hoef je helemaal niet te beginnen aan de warmtepomp. Want het vliegt er zo de deur uit. Boven de beneden de 7 graden heb je aan de warmtepomp trouwens helemaal niks meer. Nou, je hebt geluidsoverlast van die warmtepomp. Wij zeggen steeds, tijd en technologie loopt niet synchroon met elkaar. Dat hebben we al vaker gezegd in het verleden. Hetzelfde is met die windmolens wat je nu ziet en een zonnepark. Nu is in één keer blijkt dat de kastjes, die zijn er niet op berekend. En de energiemaatschappij, een fractielid van ons is bij de energiemaatschappij geweest. En die zeiden gewoon, de eerste 17 jaar, in 20 rand hoef je helemaal nergens aan te denken. Want dat moet eerst allemaal vervangen worden. En dat kost honderden miljoenen. Ja, maar dat vergeet de autoriteit. Dat geeft ook aan dat men gewoon een pad is ingeslagen. Zonder dat men de gevolgen heeft overzien. Ja. Ja. Daar leek het gewoon heel erg op. Ja, en ik denk nog steeds, ik heb ooit met Theo Wolders gesproken, die heeft zich verdiept in met thorium. En die zei toen tegen mij, we moeten gewoon wachten en we hebben 13 thoriumcentrales nodig. En dan kunnen we heel Nederland van stroom, elektriciteit en warmte voorzien. En dan heb je al deze poespas heb je niet nodig. En minder restafval, hè? Ja, klopt. Dat is het grote punt natuurlijk. Atoomenergie was natuurlijk in principe prachtig. Mits het goed beveiligd is en noem alles maar op. Maar alleen het restafval houdt zijn straling, geloof ik, even lang. Ja, met thorium is dat dan 300 jaar. Ja, maar dat is wel een stukje minder dan. En je kunt al dat afval wat nu onder de grond zit, kun je verbranden in een thoriumcentrale. Ja, dat is ook het grote voordeel. Dat is een kleine qua opslag, geloof ik ook. Wat zeg je? Thorium is ook een kleine qua opslag. Ja, maar dan denk ik, al die ruimtevreten zouden dan niet nodig hebben. Maar er wordt nu zo'n haast gemaakt. Alsof, er gaan verhalen dat mensen zeggen over 12, 15 jaar bestaat de aarde niet meer. Daar worden kinderen ook mee opgevoed. Ja, dat bedoel ik, die voorlichting, daar valt heel wat over te zeggen. Ik vind het echt overdreven. Goed, ik zei net aan het begin, we hebben geen ondertiteling voor de gasten, omdat de mensen jullie wel herkennen. Ik wil toch even een uitzondering maken voor Erik. Erik heeft zijn baard langer laten groeien. En misschien dat de mensen hem niet direct herkennen, maar hij is het echt. Ja. Het heeft ook niks met Sinterklaas te maken. Nee. Jongens, het was een voor de media best een lange zomerreces. En ik zeg niet dat er niks gebeurd is, daar komen we dadelijk op terug. Maar de laatste raadsvergadering was volgens mij 11 juli. En 10 september hebben we de eerste raadsdebatten weer. Dat is een periode van 2 maanden bijna. Ja, zeg maar 2 maanden. En het college is 4 weken niet bij elkaar geweest. In die periode worden er, alleen in uitzonderingssituatie als er werkelijk een catastrofe aan de hand is, maar worden er geen besluiten genomen. Ja. Het lijkt wel of je gewoon de knop om kan draaien en zeggen van even geen politiek meer. Terwijl de politiek eigenlijk gewoon doorgaat. En sterker nog, in mijn beleving, in de zomervakantie hebben we veel meer inwoners door middel van het toerisme. De mensen zijn buiten, zitten buiten. De omstandigheden om elkaar in de haren te vliegen zijn groter dan in een winterperiode. En we zijn eigenlijk met vakantie een groot gedeelte. Hoe kijken jullie er tegenaan? Kijk, ik heb wat reces genoemd, maar laat ik zo zeggen. Kijk, voor mij voelt het niet echt als een reces. We hebben echt 2, 3 weken en heb je echt even helemaal niks. Daar spreken we ook in de fractie af. Maar intussen tijd kun je wel dingen doen waar je ook anders niet aan toe komt. Hè? Dus dat vind ik ook wel een voordeel. Je kunt nu met mensen in gesprek gaan, met organisaties in gesprek zijn, wat je gewoon bewust gepland hebt in deze periode, omdat je gewoon op elkaar tijd beter uitkomt. Want in die tussentijd ben je vooral bezig met de onderwerpen die al spelen. Je bent bezig met je eigen fractie, tenminste ik wel. Ik ben er best wel druk mee. En, dat mag ook wel, hè, met zoveel. Dat mag ook wel, inderdaad. Maar, en ik vind voor eenmansfracties is het natuurlijk helemaal. Soms kunnen wij nog van, ga jij daar naartoe of ga jij daar naartoe. En voor eenmansfracties is dat soms onmogelijk. Dus ik vind die 8 weken, ik vind dat jammer dan voor de media. Het is komkommertijd. We zijn zelf bij de media hoe het is. Maar je kunt ook op een hele slimme manier dingen opsparen. Wow. En ook andere dingen doen, zoals jullie ook bijvoorbeeld bij de Twenterander hebben gedaan. Hè? Een onderzoek van hoe doen politieke partijen nu op social media. Ja. En hoe heeft het college het op dit moment gedaan. En allemaal dat soort kritische beschouwingen. Nou, dat is helemaal niet erg. Daar vind ik nog juist de periode voor. Kunnen we meer aandacht aan besteden. Kunnen we meer uitdiepen. Ja. Maar je ziet ook wel, vind ik, bij de media vooral.
is toch gewoon 3 weken gewoon helemaal niks. En dan komen ook onderwerpen aan bod die normaal gesproken nooit aan bod zouden komen. Nee, maar het lijkt wel of dat even allemaal rustig is terwijl het wel doorgaat, dat weten we. Ja. Nou ja, het is goed om te horen dat jij dat niet ziet als 2 maanden vakantie, maar dat er werkelijk wat gebeurt. Erik, ja, ik kom daar dadelijk op terug. Ja. Het is heel duidelijk dat jij niet stilgezeten hebt in deze vakantie als wij kijken naar de hoeveelheid schriftelijke vragen die je hebt ingediend. In deze vakantieperiode zijn er 10 artikel 40 vragen ingesteld. Ik las het zijn geen 10 vragen, maar het zijn wel 100 vragen. Maar 10 items waarvan de PVV bij 8 betrokken was. Dus 80% van de schriftelijke vragen. Ja. Ben je helemaal niet op vakantie geweest? Jawel, ik ben Parijs geweest en Maastricht geweest. En, maar ik moet eerlijk zeggen, de eerste 3 weken heb ik echt helemaal niks gedaan. Dat was bewust. Want ik liep toch een beetje op mijn tandvlees. En dan is verkiezingen gehad natuurlijk, maar over reizen. Ook, en dan is het toch wel lekker om 3 weken niks te doen. Alleen politiek is toch 24-7. Ja. En, maar goed, ik heb net als Marcus die periode gebruikt om inwoners te bezoeken, bedrijven te bezoeken. Mensen op straat, dat verbaast me, die houden je aan en die willen een ei kwijt of die hebben iets. En sommige artikelvragen die komen gewoon puur voort uit gesprekken die ik heb gehad met inwoners. En ook naar aanleiding van die vragen bellen ondernemers weer op. Dat ging met name om de old school. Dus het is wel een periode die je inderdaad kunt benutten voor zaken waar je normaal niet aan toe komt. Nee. En jij hebt door jouw beroep, zeg maar, op school, heb je natuurlijk echt die 2 maanden wel vrij? 5,5 weken. Ja. Dat is echt iets anders. Mijn broer zit ook onderwijs, ik weet dat het dan iets anders zit. Ja. Okay. Ja. Iedereen denkt dat je nog gelijk 8 weken vakantie hebt. Maar zo maar daar geldt hetzelfde voor. Hè. Daar heb je ook je voorbereiding en noem maar op. Ja, we zijn alweer een week onderweg bijna. Zullen we eens een aantal van die schriftelijke vragen doornemen? Het CDA gaf aan dat de ondernemers ontevreden zijn over het beleid van dit college. En stelt hier vragen over. Het college heeft nog niet gereageerd, maar dat is ook logisch. Er is een vakantieperiode. Maar herkennen jullie je in die vragen die gesteld zijn? Want ik neem aan dat er toch niet ineens het laatste jaar iets veranderd is waardoor ondernemers niet tevreden zijn. Of is dat werkelijk de bedoeling van het CDA om het zo naar voren te brengen? Ik vind dat ze heel veel met privépolitiek bezig zijn. Want als een van de leden verhuist naar een andere bouw, dan moet in één keer een oprit daar veranderd worden. Omdat zij dan toevallig dicht in de buurt woont. En dat vind ik met dit ook. Dit is gewoon een barbecue van een bedrijf. Het welbekende bedrijf die ook het punt heeft gebouwd en zo. En daar gaan wat ondernemers, die praten met elkaar. En daar worden meteen schriftelijke vragen van gemaakt. Ja, ik heb mij gewoon verbaasd daarover. Want inderdaad, het gaat natuurlijk over een langere periode. En in die tijd heeft toch vooral het CDA in het college eigenlijk altijd gezeten. En dan denk je van ja, hè, we hebben ook altijd die cijfers gezien van dat onderzoek van die ondernemersenquête. Trouwens moet ik zeggen dat ik vond dat een waardeloze enquête altijd. Voor mij kun je beter als gemeente gewoon zelf eens een keer echt goed met de ondernemers in gesprek zijn. En dan echt een enquête doen. Maar die van wat de Overijssel geloof ik doet. Nou, dat vind ik, als je die vragen ook ziet, dan denk ik ja, wat moet je daar nou eigenlijk mee? Ja. En ik vind de respons en ook de betrouwbaarheid vind ik ook niet echt hoog. Van die, als je ziet, er doen er soms maar 17 mee. Nou, hoeveel bedrijven zijn er in Twente dan? Dan denk je, wat moet je daar nou mee? Dus ja, in die zin, ik vond dat gewoon een hele vreemde. Het komt ook uit één hoek. En ik ken 2 mensen die werken bij dat bedrijf. En die zeiden ook van hoe het gegaan is. Daarom wist ik het ook. Dus dan kon ik het ook twitteren. Van een god, een barbecue is wel aanleiding tot. Het viel mij ook op. Ja, ik denk, ja, als je daar nu over begint, dan wordt daar zo op gereageerd. Je zegt eigenlijk meer over jezelf wat je het verleden hebt gedaan. Ja, dat, tenminste, die indruk kreeg ik ook. Ja. Ik wil geen standpunt hierin nemen. Ja. Maar dat is een logische vraag die je dan stelt. Erik, wil jij daar nog iets op? Nou ja, toevallig had ik deze week contact met Konijnenberg. Daar heb ik wel vaak contact mee. En dat ging over het feit dat die schoenenwinkel in Wierden, die houdt ermee op. Jan Pas. Oh, die Pas, ja. Die heeft ook een vestiging in Den Ham. Ja. Ja, de hoofdvestiging is in Den Ham. Ja. En die zaak wordt gesloten vanwege de online concurrentie. Dus Konijnenberg zei ook, ja, aan de ene kant moeten ze het loodje leggen. Aan de andere kant, op het moment dat een bedrijf zich specialiseert steeds verder in online verkopen, zoals Konijnenberg, ja, dan werkt de politiek heel erg tegen.
En men moet oppassen, de politiek, het bestuur, dat die kleine kernen wel leefbaar moeten zijn. En dat er voldoende reuring moet zijn, wat vaak veroorzaakt wordt door ondernemers, door bedrijven. Ja. En men moet oppassen dat die bedrijven niet allemaal uit de kleine kernen verdwijnen. Nee, ja, dat klopt natuurlijk. Alleen de vragen van het CDA gingen toch ergens anders over. Nee, maar het ging over de ontevredenheid. Dit is het bordje van de provincie. Ja. Want ik kan niet zeggen dat het college, het afgelopen college, in de zaak Konijnenberg niet geprobeerd heeft om Konijnenberg te redden. Ja, dus alles geprobeerd, heb ik wel het idee. Zich beter weer erin, maar we wisten eigenlijk dat niet om. En de provincie die wilde gewoon niet meewerken. Nee. En daar zit het probleem nu. Nee, dat klopt. En dat was altijd het probleem, maar nu nog steeds. We hebben nog geprobeerd trouwens, ik weet niet of ze dat je verteld hebben. We hebben nog met Gerion en ik hebben apart nog met partijen nog gepraat. Met Konijnenberg, de vader en de zoon, laat ik maar zeggen. En toen hebben we nog een mogelijkheid gevonden om het tijdelijk door te laten gaan. Omdat de provincie die gaat het beleid, het provinciaal beleid, gaan ze aanpassen. Ja, dat klopt. En toen hadden we zoiets van, nou wachten we even tot dat moment. En dan dat kan wel anderhalf, twee jaar duren, maar dan kun je in ieder geval verder. Dus, dus we waren al op streek en daar waren ze mee eens. En drie weken later, toen belden ze op van, we hadden toen die dag erop een gesprek om het af te ronden. En we hadden al een soort van motie opgesteld van, dit zou er ongeveer in kunnen komen te staan. En zei, die hoeft niet meer, want ook Camera Express, die wassen zich mee. We gaan bemoeien, dat is natuurlijk een ander bedrijf wat het overgenomen heeft. Ja. Zijn wat ontwikkelingen, dus toen zeiden ze van, dat het niet meer hoefde. Ja. Nee, ik kreeg vandaag een mailbericht van Van Haaf, gedeputeerde Van Haaf, om een afspraak te maken. En dat gaat natuurlijk over dat onderzoek wat onlangs is geweest over die ontwikkelingen in de detailhandel. Hè, ook met online verkopen. Bedrijventerrein ook en zo. Ja, okay. Dus ik ben heel benieuwd. En ik krijg wel de indruk dat de VVD toch een wat ruimer beleid wil. Dus ja, maar dat heeft zij altijd wel ook gezegd, ook in toen ze de vorige periode gedeputeerde was. Alleen tussen zeggen en resultaat, daar zit ruimte tussen. En wat je woorden die je spreekt, moet je ook omzetten in daden. En dat werd lang niet gedaan. En ik hoop dat eindelijk het licht daar is ook gaan schijnen. Dat men zegt, ja, maar zo kan het niet. Er zijn uitzonderingsgevallen. Ja, het mooie is nu dat door Forum, de komst van Forum, 6 zetels in Provinciale Staten, de VVD en wij, dat je toch wat meer mogelijkheden hebt en wat minder goed je best hoeft te doen om een meerderheid te krijgen. Ja, ja. Dus wat dat betreft zijn de tijden wel gunstig op dit moment. Ja. Kijk, dan ben ik niet zo voor uitzonderingen, want de meeste rechtszaken die we krijgen in de gemeente Twenteland is altijd naar aanleiding van uitzonderingen. Hè? Want degene die je, laat maar zeggen, matcht, of waar je in meewerkt, die is tevreden, maar dan komen dan anderen. En daar begint het altijd mee. Goed, je ziet het nu met GVRO dus en met grondbeleid. Moest kijken hoeveel dat. Er waren het ook een aantal bijvoorbeeld. Of bevoordeeld. En of we gezegd van, nou weet je wat, dat is toen in het college. Want dat is raar, krijg je dat lang niet altijd te zien. Dan kom je dus later achter, toen met het grondbeleid onderzoek. Ja. En ik denk, jongens, moest kijken wat er allemaal gebeurd is. En dan gaan andere mensen die steken de vinger. Ja, maar dat wil ik ook. Hm. Nou, en dat is gewoon het grote probleem met uitzonderingen. Ik kan me gewoon niet voorstellen. Nee, en ik kan me gewoon niet voorstellen dat Konijnenberg zo'n situatie met online verkoop, dat zij de enige zijn. Dan moet het toch veel meer. Ja. Want daar moet je dus, denk ik, dat is het haakje waar je aan moet gaan zitten. Van, er zijn nog veel meer bedrijven die dit hebben. En dan kun je het als algemeen beleid. Kijk, de detailhandel vindt het oneerlijk, omdat de vierkante meterprijs op een bedrijventerrein lager is dan in het centrum. Dat begrijp ik. Maar er liggen ook voordelen natuurlijk om in het centrum te zitten. En het is een afweging voor een ondernemer om te zeggen, ben ik bereid om die extra prijs per vierkante meter te betalen. Ja. Want ik ben beter af in het centrum dan op een bedrijventerrein. Ja. Dus ja, misschien komt er ooit nog een situatie dat gewoon vrijgegeven wordt. Dat heeft onze voorkeur. Ja. Ja. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Ja, maar goed, de winkeliersverenigingen, die zijn het daar helemaal niet mee eens als je dat doet. Dat weet ik zeker. Nee, maar alle vier niet. In het kader van het voortschrijdend inzicht, er zijn wel meer besluiten genomen. Ja, nou, Marcus, die later teruggedraaid worden. Hè? Ik vind ze vrij hardnekkig, de ondernemersverenigingen. Ja. En ik snap hen ook wel. Ja, tuurlijk. Er is wat voor te zeggen. GBT heeft ook vragen ingediend in de vakantieperiode. En dat ging over de waterwinning. Ja, kun je hier iets over zeggen, Marcus? Want ook hier zijn nog geen antwoorden op. Tenminste, ik heb ze niet gezien. Maar ik had er wel verwacht toen we ze indienden van dat zal wel niet redden. Nou, dat gebeurt ook niet. Er waren meer partijen waar volgens mij opgeschoven is de beantwoording. Nee. We lazen dat van Vitens, we volgden dat al een tijdje. In Frieseveen daar, tussen Dalen, Frieseveen, laat maar zeggen, daar komt zo'n waterwinplek. Ja.
En dezelfde discussie die speelt over het water onttrekken en grondwater onttrekken, dat ze dat minder willen. En dat de boeren, die hebben daar natuurlijk schade van, want die mogen hun land dan niet meer besproeien en zo. Maar wij hadden zoiets van, ja, we gaan het in, gaandeweg is het in de Hammervlier is het toegenomen. Na zoveel miljoen, ik geloof 3 miljoen kuub, en dat was eerst maar 0,6. En dit gaat ook naar 5 miljoen toe of zo. Dus precies van, ja, wij stellen dat allemaal wel beschikbaar. Dat is allemaal leuk en aardig. Het is voor mij vooral voor enten, wierden en zo in die omgeving. Maar mag je daar nou als gemeente daar wat voor terugvragen? Een soort precario-achtige belasting of ik heb nog geen bedrag in het hoofd. Ik moet zeggen dat we het zelf een beetje op het spoor werden gezet door Wieren. Want die hadden al een eerste aanzet gedaan. Er was toen nog geen voorstel. Later zag ik ook dat er een motie was ingediend. En die begon dan gelijk over een euro of zo per liter. Of liter, ja, precies, zo 1000 liter. Ja, die hebben ook nog een behoorlijk tekort, denk ik. Dat die hebben een behoorlijk tekort, ja. Laten we het ook wel doen helemaal, maar die hebben niks werken. Nee. Maar het is, toen hadden wij zoiets van, mag je er wat voor terugvragen? Dat is eigenlijk onze vraag. En ik weet niet hoe de college of wethouder erin staat. Ze hebben altijd gesprekken met de provincie, want die heeft ook weer mee te maken, en Vitens. Ja, wij hadden zoiets, wij vonden het eigenlijk niets meer dan logisch. Ja. Dus vandaar wij die vraag hebben gesteld. Het is een beetje het Groningen-idee, hè? Groningen heeft ook niet geprofiteerd van het gasverhaal. Ja, maar je moet kijken dat je niet kreeg, dat het doorgerinkt wordt. Ja, dat heb je altijd. Maar uiteindelijk betaalt de burger bij dit soort dingen altijd. Ja. Op zichzelf is het geen verkeerde gedachte. Als ze bij ons iets uit de grond halen en wij kunnen er zelf niet van profiteren, maar anderen ook. Maar is het van ons? Ja, waar houdt het dat op? Dat deel waar het komt, wel. Ja. Dat is gewoon grondgebied van de gemeente Twenterand. Daar hebben we nog even uitgezocht en gevraagd bij de gemeente hoe zit dat daar. En er was nog eentje, die heeft ook. Er waren er twee die daar wat mee gedaan hebben. Maar goed, we moeten niet meteen denken dat het allemaal volgend jaar geregeld is. Dit gaat vanaf 2026 speelt dit. Nee, maar dat je het aan de orde stelt en dat men er eens over na gaat denken, dat is duidelijk. Het moet niet automatisch zijn van, we geven het maar weg. Erik, dan kom ik nu bij de vragen van de PVV. Zonnepark Oosterweiland, ik kan er niet omheen, want je hebt daar twee keer vragen over gesteld. Deel 1 en deel 2. Deel 1 heb je de antwoorden op ontvangen. En naar aanleiding van die antwoorden op deel 1 heb je vervolgvragen en nieuwe vragen gesteld. En de klimaatverandering hebben we het al over gehad. Mm-hmm. Waarom was jij niet tevreden over de beantwoording van deel 1? Of zie ik dat verkeerd? Zijn het alleen maar aanvullende vragen? Ja, deels wel, omdat de antwoorden eigenlijk onvoldoende waren. Er waren nog te veel open einden. En deel 2 zijn eigenlijk meer verdiepende vragen. Dus maar goed, ik ben heel benieuwd naar de antwoorden. Ja, we hebben het al even aangestipt. De netbeheerder Enexis, die geeft aan nog jaren. En Marcus vertelde net 7 tot 10 jaar. Ik had 5 tot 8 gehoord. Maar goed, het zijn. Op die avond hadden ze gezegd 7 tot 10 jaar. Ja. Nou, minimaal. Ja. En dat betekent dat Twenterland op slot zit. Ja. Wat betreft de grotere zonneparken. Over windmolens hoeven we op dit moment politiek nog niet te spreken. Nee, maar ik vind het ook wel fijn dat we al 10 jaar niet over windmolens hoeven te hebben. Nee, maar dat is, maar in feite is dat de consequentie van het verhaal. Maar ook buiten de privé zonnepanelen op je eigen dak voor eigen gebruik, is er niet zoveel meer mogelijk. Ja, klopt. En die honderden miljoenen die jij aangeeft, dat gaat het ook kosten. Ik hoor al op de radio, ook vlak voor de vakantie hadden ze over 2,5 miljard. Ja. Dan denk ik van, wie gaat dat betalen? Gaat de politiek, en dan kijk ik jou in eerste instantie aan, daar nog wat aan doen of wat aan proberen te doen om druk te zetten? Ik ga niks motiveren om die dingen aan te passen. Nee, ga je niet motiveren om de capaciteit van de... Waarom zou ik dat moeten doen? Nou ja, omdat dit college ook inzet. Ja. Meest duurzame gemeente. Voorlopen. En alternatieve energie. Dus dan zal je er iets aan moeten doen. Want dan mag je toch niet akkoord gaan met het 10 jaar lang op slot zetten daarvan. Ik denk dat wethouder Van Abbema daar ook geen voorstander van zal zijn. Nou, zij mag gerust als vanuit het college een brief sturen van. Want zij hebben een coalitieakkoord. Er staan dingen in waar zij mee aan de slag moet. Maar als partij. Wij staan heel duidelijk in over windmolens en over Ik heb het niet alleen over windmolens, want dan wordt het wel eens niet eens. Maar het gaat mij meer
om de insteek die ook dit college heeft, ja, om duurzaamheid te bevorderen. Ja. En daar hoort alternatieve opwekking van energie bij. Ja. En dat kan niet. Nee, maar als het niet kan, dat betekent dat je de ambities die je hebt, die moet je bijstellen. Ja, dat gaan okay. we ook doen, want ik geloof dat Gerrion Smel dat vertelde bij de kadernota, dat door onder andere dat asbest, dat we het als coalitie moeten over hebben om die ambities naar beneden bij te stellen. Maar als je op een gegeven moment niet verder kunt dan je verder kunt, dan houdt het op. Ja. Dus en daar gaan we het natuurlijk ook wel over hebben. Van wat doen we er nou mee? Want die asbest, nou, daar hebben we zelf voor de helft een streep doorgezet. Ja. En nu dus dit verhaal. Het heeft natuurlijk weinig zin als je daar blijft volhouden. Hoewel, nogmaals, windmolens is bij ons helemaal geen sprake van geweest. Ook in de coalitie niet. Dus wel zonneparken. Nou, we hebben er nu eentje. En dat zonnepark, dat moeten we ook niet vergeten, dat hebben we er niet voor de lol, zal ik maar even zeggen. Dat hebben we ook omdat we anders 750.000 tot 1 miljoen aan de provincie moeten betalen, omdat we die Oosterweilanden die grond moeten afboeken. Maar dat is natuurlijk de moraal van het verhaal. De provincie heeft gewoon gezegd, je wordt ons de komende 25 jaar niet weer. Als jullie daar een zonnepark van maken, dan hoeven jullie die boekwaarde, die verlieswaarde, maar dan moet je gewoon betalen als gemeente, dan ben je gewoon kwijt. Hoeven jullie niets aan te doen. Dus nu ligt daar dat zonnepark en dat brengt wat op. Dus dat is een hele andere. Ja, want laten we eerlijk zijn, die Oosterweilanden wat gekocht is in 2004 of 2005. Het waren we wethouders en colleges die konden gewoon met 4 miljoen stukken grond aankopen zonder de raad te informeren. Dat was die tijd was dat nog. Het is gewoon natuurlijk veel te veel wat er gekocht is. Maar nu worden gewoon die hectares, die worden allemaal bij een zonnepark neergelegd. En we hoeven nu door de eerste 25 jaar van de provincie hoeven daar nu niks aan te doen. Maar ja, anders had je het gewoon kunnen afboeken als verlies. Ja, maar dat komt alleen omdat het 14 miljoen oplevert. Dat is het enige positieve. De SDE-subsidie. Ja, maar die subsidies is toch eerlijk. Waarom kun je het dan niet naar je toe halen? Ja, anders doet een ander het. Ja, dat begrijp ik ook wel. Alleen de burger betaalt. En die ziet zijn energienota ontploffen. Het zal mijn energienota en die van jou en van jou niet veranderen. Of wij het doen of de projectontwikkelaar haalt het binnen. Dus in die zin haal het dan maar binnen. Alleen we moeten niet vergeten dat het zonnepark eigenlijk ook een beetje onder dwang er is gekomen. Of je had het verlies moeten boeken. Ja, maar je had ook volgens mij Holte Reizen, die heeft het niet geaccepteerd wat ze moesten vanuit de Overijssel. En die hebben gezegd, we zitten in een economische vooruitgang. We gaan die grond wel verkopen aan nieuwe bedrijven. Ja. En voor die insteek had ik ook gekozen. En het is natuurlijk een lachertje van je welse dat 's nachts krijgen die mensen gewoon fossiele stroom. En in de winter als de zon niet schijnt, krijgen die mensen ook gewoon fossiele stroom. Dus het is gewoon een subsidiemodel. Wat de gemeente 14 miljoen oplevert. Ja, ben ik helemaal met je eens. Alleen het verhaal is van, wat ga je dan doen? Laat je een ander ermee aan de haal gaan? Of zeg je, als je subsidie zelf binnen kunt halen, krijg je er in ieder geval wat voor terug. Moet kijken hoeveel Europese subsidies er zijn waar we helemaal geen gebruik van maken. Laat je het lopen? Of zeg je van, wij gaan het gewoon binnenhalen. Uiteindelijk is dat geld er. En als het niet ons gaat, dan gaat het naar iemand anders. En tuurlijk, 's nachts is het allemaal nog grijze stroom, zeg ik maar even. Dus, maar dat blijft ook nog wel. Zolang er nog geen batterijen zijn ontwikkeld door lithiumworks of zo, dan zullen we nooit iets opslaan. Maar over leningen en geld van de overheid gesproken. Maar laten we nou kijken. Je hebt het net over het geld. Hè, maar Holten had kennelijk de mogelijkheid vanwege het geld om dit te zeggen. Nou ja, wij doen het lekker niet. Dan nemen we dat verlies wel. Maar op een gegeven moment moet je gewoon, als je een bestemmingsplan hebt vastgesteld en er moeten zoveel bedrijven komen, dan moet je op een gegeven moment na zoveel jaar moet je daaraan voldoen. En er is gewoon helemaal niks gebeurd daar. Ja, want die 10 hectare wat nu weer in de verkoop ligt, laat ik maar zeggen, nou, die ontwikkelt zich goed, want de helft daarvan is al een optie erop, dus dat gaat goed. Maar die andere hadden wij volgens mij nooit volgekregen. Moest kijken hoe groot dat terrein is. Nou, ik het is wel erg groot. Ik vind alleen maar daar heb ik het in mijn programma al eerder over gehad, dat de A1-locatie zo langs die N36 vind ik wel jammer. Ja. We hadden die 16 hectare toch ook iets op kunnen schuiven naar achteren. Of ja, ik weet het niet hoor. Maar daar aan de N36, zijn nu net de kavels waar men gek op is. Waar men ook bereid is wat meer voor te betalen. Ja, maar ik heb gezien op Bouwen in Twenterand op de website. BouweninTwenterand.nl, dat die bedrijfskavels, dat die eerste drie of zo allemaal al in optie zijn. En één al van verkocht zijn. Dus, dus die voorkant is al aardig. Nee, maar waar nu de zonnepanelen staan. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar ik weet niet waarom daarvoor gekozen. Nee. Misschien is dat wel het eerste deel, want dat zit aan de Rusluiweg. Ja, maar daar had er ook allemaal mee te maken met die aanleg van die Rusluiweg. Nou, we zien Johan Oort nog zo op de straat lopen daar, met die opening.
Misschien is dat wel het oudste deel. Ja, ik weet niet, dat is natuurlijk allemaal van voor onze tijd. Ja, maar zeg wel eens, subsidie maakt lui. En dan liever zo'n zonnepark dan dat je moeite doet om bedrijven hier naar binnen te halen waar de inwoners weer van kunnen profiteren. Maar het probleem daar is hadden wij voor gekozen. Ja, weet ik, maar het probleem is eerlijk, je mag niet bedrijven werven. Dat is ook wel eens door de VVD in het verleden aangehaald. Dat mag gewoon niet. Ik vind dat zo onzin. Heel raar. Je mag geen acquisiteur aanstellen en daar heb ik niks van aantrekken. Nee. Ja, nee, dat weet ik maar. Ik vind dat je voor je eigen gemeente, wij van spreken, op mag komen. Ja. Hey, joh, maar je mag het wel een samenwerkingsverband doen, maar niet alleen. Ja, ik vind dat... Ja, nee, maar dat komt ook omdat we hier natuurlijk dat bedrijvenpark hebben, dat XL-park. Dat was van een aantal gemeentes. En dat moest natuurlijk eerst volgen, want dat kostte heel veel geld. En misschien wat in Hardenberg gebeurde is, die kregen toen voorrang. Als je in Heuvelbanden, die zat in Den Ham en die wilde graag in Twente blijven. Maar hij kon weer Hardenberg, want die was toen aangemerkt als gemeente voor ondernemers. Ja. Ja. Dus die kregen een korting op de vierkante meterprijs. Dus, betaald door de provincie. Dat werd betaald door de provincie. Ja. Dus wij mogen, geen gemeente mag bedrijven binnenhalen. Maar een andere gemeente kreeg gewoon. Maar daarom zijn al die bedrijven ook allemaal naar Hardenberg gegaan. Maar die vierkante meterprijs. Daar zat wel een ton tussen als een hal wilde bouwen. Ja. Nou, dan weet ik wel wat zo'n ondernemer gaat doen. Die denkt, ik ga naar Hardenberg. Lekker goedkoop. Ja, dat klopt. Hè. Dus dat is heel vervelend is dat. Maar anders inderdaad, dan zou je een acquisiteur moeten aanstellen en op pad gaan. Ja. Het wagenpark, Erik, daar heb jij het ook over. Ja. Die lopen af. Ik geloof de tweede leaseovereenkomst die de gemeente afgesloten heeft. Ik ben erbij betrokken geweest en Marcus weet dat ook nog wel. Ja, de bestedingscommissie destijds. Ja, toen het voor de eerste keer kwam. Nu stelt men voor... Of men denkt erover na, ik weet niet in hoeverre het al hard is, maar om volledig elektrisch te gaan rijden. En daar ben jij het niet mee eens. Nee, of je stelt er in ieder geval vragen over. Ja, nou, ik sprak iemand die daar meer van wist. En die vertelde ook dat het over 5 jaar tenminste een ton duurder zou uitvallen als je voor elektrisch zou kiezen. Nou, dat vind ik al raar, gezien de financiële situatie, de tekorten op het sociaal domein. En B, is de kans groot dat je dan afscheid moet nemen van een lokale ondernemer. En dat vind ik ook jammer. En ik vind dat je zuinig moet zijn op je bedrijven, op je ondernemers hier, die voor werkgelegenheid zorgen. En ik ben benieuwd of dat überhaupt wel een voorwaarde is geweest. En nu zie je ook weer dat blijkbaar elektriciteit, dat het allerbelangrijkste is, 100% elektrisch rijden. Zogenaamd om voor het klimaat, voor de aarde. Ja, daar komen we weer in diezelfde cirkel weer waar we het net over hadden. Is dat werkelijk wel, hoort dat ook niet bij het angstverhaal dat wij elektrisch moeten gaan rijden? Want anders... En er stond laatst een artikel in de krant dat zelfs een diesel is nog schoner dan een elektrische auto. Als je kijkt naar de CO2 die vrijkomt bij het produceren van een accu... En dat die auto's over het algemeen ook zwaarder zijn en meer schade toebrengen aan het wegdek. Ja. Dus ja, ik denk, op dit moment is het nog steeds, het wordt gesubsidieerd, dus het kost al meer dan dat de gemeente ervoor moet betalen. Maar goed, dat is nu eenmaal, als jij er geen gebruik van maakt, maak een ander er gebruik van, dan krijgen we weer hetzelfde verhaal. Maar het is nog steeds beduidend duurder, de maandlasten. Voor een elektrische auto dan voor een benzineauto. En ik heb er toen een keer vragen over gesteld. Ik weet niet in hoeverre de auto's ook volledig benut worden. Ik zie ze ook nog wel eens staan. En bijvoorbeeld de wethouders rijden er niet in. Nee, maar daar komt nu verandering in. Oh. Want die vorige... kijk, ik zit natuurlijk in die aanbestedingscommissie. Ja. En er zitten twee oppositie, twee coalitie. We hebben altijd voor gezegd, dan moeten we gelijke verdeling hebben. Kun je trouwens ook gewoon voor aanmelden als je daarin wil. En dan worden alle aanbestedingszaken komen daar voorbij. Over die vooraf of achteraf? Nou ja, kijk, vooraf wordt wel verteld waar de aanbesteding gaat worden. En achteraf mag je als aanbestedingscommissie alleen maar zeggen wat je ervan vindt en wat de volgende keer anders moet. Het is niet zo dat wij kunnen zeggen van en die en die en die. Zo werkt dat niet, want wij zijn natuurlijk niet onafhankelijk. Want we kennen altijd wel iemand uit onze gemeente, in de familie of wat dan ook. En die vinden we dat die voorrang moet hebben. Want wij willen allemaal eigenlijk lokale aanbestedings op het liefst vullen. Maar dat kan niet, omdat het bedrag natuurlijk veel te hoog is. Dus je komt sowieso aan een aanbesteding. En ik zag dat het een openbare aanbesteding was. Nou, voor mij, dan kunnen er zoveel inschrijven als ze maar willen. Ja. Nou, dat hebben zich 3 ingeschreven. Dat is VW Pon, Heuskes Koppeler en Drent uit Frieseveen. En die heeft Drent ook de vorige keer de hybride auto's gehad. Maar die kan geen elektrisch leveren, 100%.
Nee, en ja, dat kon hij ook wel. Hij kon het geloof ik aan de ene kant wel, maar dan was hij weer veel duurder. Omdat hij dan kennelijk niet de lijnen heeft. Zit er iemand tussen, of één of twee partijen tussen, waar hij ook aan... Elke auto die je kan het leveren, alleen wordt het inderdaad duurder. En ze hadden dus 12 hybride auto's en het worden er nu 14. En dan gaan ze hebben gewoon gekeken naar de kilometerdeclaraties van het personeel, van het college, ook van de gemeentewerf. Want die is, vorige keer zat hij er niet bij. En die reden, hebben ze gekeken wie reden het meest. Dus nu gaan er van die 14, dan gaan er 2 naar het college. Want dan zijn, dus dat wat jij zegt, dat wordt dan aan beantwoord. Ja. Maar dan gaan er 3, en dat zijn bestelauto's, die gaan naar de mensen van de gemeentewerf. En die zien natuurlijk de hele tijd rijden. Ja. Maar als het nou, stel, want de antwoorden moeten komen. Stel dat het nou een ton duurder is over 5 jaar. Wat zegt GBT dan? Is dan elektrisch rijden heilig? Of is dan die lokale ondernemers steunen? En zijn de kosten dan belangrijk? Maar als je nou wel of geen elektrisch had gedaan, je komt sowieso boven het bedrag wat je aan moet besteden. Je moet sowieso Europees aanbesteden. Dat maakt niet uit of je een benzineauto had of je een gasauto bij wijze van spreken. Je komt boven een bepaald drempelbedrag en dan moet je gewoon Europees openbaar aanbesteden. Is de vorige keer ook gebeurd. Ja, okay, maar alleen toen is het wel een ondernemer geworden. Want je krijgt in Twente al wel extra punten als je lokale ondernemer bent en werknemers in dienst hebt. Dan kun je iets aan het puntensysteem kun je veranderen. Nou, dan krijg je 15 punten of zo en die anderen krijgen niet. Maar dan moet je op die andere terreinen moet je wel zorgen. En dat vaak, je bij de kopgroep zit. Ja, vaak is de kwaliteit is altijd 50-60%. En de prijs is altijd 30 of zo of 35 zoiets. 40 en als... Zoiets, dat zijn de verhoudingen. En dan gaat het erom van, kijk, nu is het zo, je dient de declaratie in en er moet verwerkt worden, iemand is mee bezig, moet worden afgetekend. Dat is duidelijk, maar dat gebeurt niet meer. Was mijn vraag ook, de wethouders. Want die, kijk, als die naar Den Haag moeten rijden... Ik heb er 2, die rijden heel veel. Maar die zijn hier ook in de omgeving. Ja. En dan vind ik dat die auto's ook door de wethouders... Nou, ze doen er 2 voor het college, zoals ik begrepen heb, en 3 bestelauto's voor de mensen van de gemeente. Die vind ik vooral heel verstandig, moet ik zeggen. Ja. Maar hoe het uitpakt, of welke auto het wordt, ik heb geen idee. Nee. Dat hoor allemaal nog wel. Maar dat soort dingen horen wij allemaal niet. Dan hoor je na die tijd, dan zien wij het ook op een gegeven moment een persbericht in de krant. Hebben wij daar als raad nog invloed op, of niet? Nou, als het niet boven de begrotingsbedrag komt, want dat zit in de begroting als het goed is. En tenminste, er is een bedrag voor geraamd. Want kijk, het kost misschien wel die ton, maar je wint natuurlijk ook weer wat terug. Je hebt geen benzinekosten meer. Het schijnt in de verzekering ietsje te schelen. Je hebt minder administratie en reiskostendeclaratie, maar dat hoef je niet meer te doen. Dus dat soort dingen worden allemaal met elkaar verenigd. En als ze naar de begroting komen en er moet wat bij, nou, dan denk ik dat het echt om peanuts gaat. Oh, we hebben toen een keer berekening gehad met die auto's. Toen was eigenlijk de moeite niet waard om daar iets mee te doen. Toen hebben wij ook wel gedacht hoor, van is dat nou zoveel goedkoper? Maar toen viel het enorm mee, dat weet ik nog wel. Maar ik kan niet meer echt bedragen achterhalen. Ik denk dat zo'n leaseauto, ik denk dat dat zo'n 550, 600 euro in de maand kost. Denk ik. En daar zit dan alles gewoon voor in. Voor een elektrische auto denk ik nog wel meer hoor. Dat denk ik niet. Nee, ik denk met al die subsidies dat het inmiddels wel minder is geworden. Ja. Maar dat wordt heel erg aantrekkelijk gemaakt. Heren, het is 7:55. Normaal gesproken hebben we altijd een muzikale onderbreking. Maar ik heb nog een heel lijstje. We gaan niet onderbreken. We gaan gewoon door. Okay. En ik neem aan dat jullie het wel vol kunnen houden. Ja, zeker. Ja. Ik dacht even een glas water tussendoor. Maar, Oh ja, pak een glas water. Jazeker. Erik, de oude Kennedy school. Ja. Daar heb jij ook vragen over gesteld, maar nog geen antwoorden op gekregen. In het kort, waarom heb je vragen gesteld over de oude Kennedy school? Nou, ik had mensen aan het werk in mijn tuin. Die meneer begon erover. Dat hij dat raar vond. En die bekijken het ook, die lezen ook Tubantia, RTVO's, noem maar op. En die vinden het raar dat wij, dankjewel, heel veel geld stoppen in het punt. En aan de andere kant hoorde hij dat in de old school, de oude school, dat daar activiteiten plaatsvonden die ook in het punt zouden kunnen plaatsvinden. Nou, even later sprak ik nog een inwoner en die begon daar ook over. En toen dacht ik, nou, dan wordt het dus tijd om daar eens vragen over te stellen. Oké. We sparen dit even op, want jouw onderwerp, en dat leg ik dadelijk de mensen nog even uit, is het punt waar we dadelijk over gaan hebben. Kan je dat dan daarin verwerken? Ja. Oké. Soweco is ook een onderwerp wat over de vakantie is heen getild. We weten allemaal dat daar redelijk wat reuring is ontstaan daarover. Daar heeft het CDA en de SGP en de PVV samen vragen over gesteld. En mij viel op dat bijvoorbeeld geen enkele andere partij dat mede heeft ingediend. Terwijl
bijvoorbeeld de PvdA over Soweco, ja, toch wel een kernpunt maakt. En ik heb de vragen gelezen en ik zag eigenlijk niet in wat er nou tegen zou zijn, of wat er anders zou zijn dan de vragen die gesteld zijn, waarom de andere partijen niet mee zouden indienen. Dus ik vraag nu aan Stefan Reuske, kan ik het niet vragen, maar aan Marcus kan ik het wel vragen. Marcus, waarom heeft GBT die vragen niet mede ingediend? Welke vraag heb je nog? De Soweco. CDA, PVV, SGP. Ja. Nou ja, omdat wij in de raad eigenlijk al hebben gezegd van hoe wij daarin stonden. Maar is dat dan wezenlijk anders dan dat de vragen doen vermoeden? Dat heb ik er niet uit kunnen. Ik vond dat de vragen eigenlijk niks nieuws zouden brengen. Want er is nu een website van Soweco en die was er toen ook al. En daar stond eigenlijk alles al op. Kijk maar eens op die website. Dan zie je vrijwel dezelfde informatie. Voor mij, jullie vinden de huidige ontwikkeling goed? Nee, dat zeggen we niet. Wij willen meerdere scenario's onderzoeken. Kijk, dus voor ons het scenario. We hebben twee scenario's straks. We hebben het scenario wat er uit Irokko mee komt. Of wie dat ook brengt. Want nu hebben we alleen maar een stuk van Irokko. En we hebben Soweco zelf. Dat zijn straks, heb je twee scenario's. Want het scenario van Soweco kennen we al. Dat zijn de twee scenario's. Daarvoor, dit ene scenario wat nu gezegd is, dat is de enige, de voorkeursscenario, is één van die andere vier, omdat de drie zijn afgevallen. Mm-hmm. En kennelijk is dan voor die ene voorkeursscenario, daar is dus kennelijk unanimiteit over in het bestuur. En voor de rest niet, want die zag ook op een gegeven moment dat Almelo en Twenterand iets wilden doen. En daar was kennelijk dus geen meerderheid voor. Dat kon je tenminste wel een beetje uit opmaken. Ja. Kijk, het grote probleem. Ik kwam nog een krantartikel tegen van, want dat doe je in de vakantie, en dan ruim je de boel wel eens op. En dan zie ik een krantartikel uit 2011. Dat was nog van fractievoorzitter Albert Engels. Nou, dat ging al over Soweco, de wet werken naar vermogen. En toen kreeg je die aankondiging van die bezuiniging van 1,8 miljard op die wet sociale voorziening. En toen zei hij al, wij moeten nu aan de slag met het hele verhaal met Soweco. En dan moet het bedrijfsleven inschakelen, want straks moeten we het allemaal zelf gaan doen. Nou, niemand reageerde erop. Is ook een motie over ingediend. Iedereen zoiets van, dat valt allemaal nog wel mee. Maar er is zo ongelooflijk veel gekort. En uiteindelijk, wat je straks krijgt, en dat zal rond 2035-40 zijn, op een gegeven moment komt er gewoon een einde aan. Dan is het aantal deelnemers is zo laag, dat is allemaal uitgereden. Ja, dat is bekend, ja. Ja, dus op een gegeven moment, je moet ergens tussen nu en die periode, moet je een besluit nemen. Alleen wij hebben gezegd van, toen in de raad, van laat eerst het scenario maar zien. En dan komt dat van Soweco erbij naast. En dan willen we wel zien wat het verschil is. Kijk, want wij zijn echt niet van overtuigd dat het heel veel goedkoper gaat worden. Want je moet gewoon bij elke werknemer moet je gewoon bijleggen. En dan hebben we nog het verhaal over toen was dat Hellendoorn en Reizen niet meer gingen. Die moesten uitgekocht worden. Ja. Nou, die schrokken terug van het bedrag. Ik weet het niet. Nu ook weer. Ja, nou, wat komt daaruit? We hebben zoiets van, nou, laat het maar mooi allemaal in beeld. En dan kunnen we het eens zien. Wat we wel hebben gevraagd bijvoorbeeld van, hoe voert Larkom uit en Soweco uit? En dan zie je toch wel dat Larkom het per werknemer per maand zo'n beetje €800 goedkoper doet. Dat zou bijvoorbeeld 1,5 ton schelen. En dan denk je, ja, waar zit dat dan het verschil? Dat kunnen ze het niet verklaren, want die hebben een minder overheid, laat ik maar zeggen. Dus die kunnen het wel goedkoper. Dus wij willen dat wel eens naast elkaar zien hoe dat eruit ziet. Maar om nou Soweco meteen te zeggen van, het is over en uit, dat hebben we ook gezegd inderdaad, dat is voor ons nog geen uitgemaakte zaak. Nee. Absoluut niet. Dus dat vasthouden aan 2020 als evaluatiemoment? Ja, ik verwacht dat er. Kijk, meestal, daar heb je altijd met die onderzoeken. Dan komt er een rapport uit, wat, let maar op, ook weer nader uitgezocht moet worden. Maar er zijn altijd dingen die gaan vragen oproepen. Ze hebben wel gezegd in die antwoorden ook van, maar dat had vanavond Marco al beantwoord in de raad. Die vergelijkingen, ja, dat wordt wel meegenomen. Dat staat weliswaar niet duidelijk in het rapport. Staat ook niet duidelijk in het rapport. Natuurlijk gaan we dat wel doen, want anders ben je appels met peren aan het vergelijken. Ja. Maar goed, wij spreken ook mensen van Soweco. Want ik ben tussentijd ook wel de drie mensen van Soweco gebeld. En twee die zeggen van, dat ze wel goed vinden dat er eens een keer verandering komt. Want ik werk nu in Bonn en die andere die werkt in Delden. En ik wil de liefste gewoon, maar dat is het doel. Wat ze eigenlijk een beetje willen, de regering, dat je meer in je eigen omgeving, hè, de inclusieve maatschappij noemen ze dat dan. Ze willen liever dat je meer in je eigen gemeente gaat werken. Die zeggen van, oh, nou, mooi me niet meer naar Bonn en naar Delden. Dan kan ik mooi misschien naar mijn eigen omgeving. En dan wil ik, laten ze mij maar de dienst komen bij de plantsoenendienst, bij de gemeente. Die heb je ook. Hè? Dus wij moeten het gewoon afwegen, Erik. Ik moet het nog zien wat er gaat gebeuren. Het vervelende is gewoon, in die verkiezingen heeft de VVD was nooit voorstander van Soweco in Almelo. Die hebben nu een VVD-wethouder en dat heeft gewoon alles veranderd.
Mm-hmm. Maar nu dachten Hellendoorn en Rijzen, mooi, nu hebben we een meerderheid. En zo is het gebeurd. Maar kan dit nog een dingetje worden tussen GBT en de ChristenUnie dan? Weet ik niet, want volgens mij heb ik in die, daar hebben we na die tijd niet meer over gehad, maar ik heb in de raad gezegd van dat uiteindelijk de raad erover gaat. En dat is zo. Ja. Uiteindelijk gaan wij als raad erover. En ja, het enige, dat is het enige wat ik mee kan geven. Ja, de communicatie is, ik zeg niet dat het fout gegaan is, maar het is ook niet 100% goed gegaan. Want de raad van commissaris en de OR hadden toch meegenomen moeten worden. Ja. Of eerder meegenomen moeten worden. Nou, kijk, Chris, je weet dat wij een ontzettend hekel hebben aan vertrouwelijke bijeenkomsten. In de vorige collegeperiode hadden we voor mij, ik had geteld, 27 of zo in die 4 jaar. Dat hebben we gezegd, dat gaan we nooit meer doen. En nu hebben we 1 vertrouwelijke bijeenkomst gehad. En daar was Erik ook al bij. Maar dat was op verzoek van de Raad van Commissarissen van Soweco. Toen werd al bekendgemaakt dat dit eraan zat te komen. Ja. Alleen de ondernemersraad moest meegepraat worden. De mensen waren nog niet ingelicht. Maar Almelo heeft dat persbericht naar de media gestuurd. Onder embargo. Maar ja, onder embargo, dan kan de media zeggen, dat is leuk. Dat is geen wet. Wij publiceren het gewoon. Dat was natuurlijk groot nieuws. Dus dat is heel stom aangepakt in dat voortraject. Ja, en dan moeten mensen het lezen uit de krant. Ja. Ja, en dan zit je daar met 6 in een... ik denk dat die andere 5 wethouders wel gedacht hebben van... Och, wat ongelooflijk dom dat je het op die manier gedaan hebt. Ze kenden natuurlijk wel het persbericht. Ja. Dus dat neem ik toch aan. Goed, maar daar, dat krijgt nog een staartje. Daar zijn we het nog niet over uit. Ja, dat is over eind 2019. Want ik hoor mensen, in september komt er een rapport. Nou, ik lees steeds eind 2019. Ja. Dus ik verwacht nog de eerste 2-3 maanden niks. Maar we zullen het gaan zien. Ja. De windmolens Almelo en het lachgas, daar heb je vandaag vragen over gesteld. Dat is nog te vers. Ik heb ze wel doorgenomen. Lachgas had ik wel verwacht dat je daarmee zou komen. Want dat is een sneeuwbaleffect. Ja. Enschede is ermee begonnen. En je kan er donder op zeggen dat dat in de andere gemeentes nu ook gaat gebeuren. Hè? Dus dat is, Meestal hebben die politieregio's met elkaar overleg allemaal. Ja. Dus dat zal wel opgepakt worden. Maar ik heb het Twenterland er ook nog niet gehoord. Maar ja, wanneer is kan maar komen. Bij de windmolens hoorde ik gisteren ook. Er is gesproken in de raad, in commissies. En ze gaan nu die variant onderzoeken naast dat zonnepark. En ik hoorde, daar heb je contact met de PVV Almelo. Dat dat ook consequenties heeft voor Vriezenveen. Die dingen die zijn op kilometers afstand te zien. Dus ik ben heel benieuwd wat de opstelling van... we hebben het meegemaakt in Daarle. Ja. Dat de wethouder wat dat betreft een beetje apathisch is. En die ging alleen koffie drinken toen. Met de wethouder daar die erover ging. Dus ik ben bang dat dit ook weinig oplevert. Maar... Ja, nou, we gaan het zien. Ja. Maar je ziet gewoon dat andere colleges die zijn daar ook gewoon niet voor vatbaar. Want eigenlijk hebben ze zoiets van, wat bemoeien mee? Je zag het ook bij de BS Rooiweg. Je kunt wel iets indienen, maar je ziet wat het uiteindelijk uitpakt. Moest kijken, wat vorige week was ik op de fiets en dan ging ik naar Bergentheim toe. Moest kijken wat voor 3 wat er daar komen. Beersenveld daar, maar ze doen het allemaal tegen de grens van Twente al aan. Maar je kunt het er wel over hebben, maar dat is allemaal al meerderheid voor, heb ik allemaal al begrepen. Er hangen ook allemaal spandoeken van mensen, moest kijken wat er komt. Nou, als je het ziet, het is geen gezicht. Maar als je geen gezicht zegt bij sommige mensen, dan zeggen ze, dat is geen argument. Ja, de voorzitter van de dorpsraad van Langeveen, die wilde de windmolens in Engelsdijk Veen hebben. Die is helemaal niet goed bij de plaat. Nee toch, daar zijn we het toch over eens? Ja, dat slaat helemaal nergens op. Als je voor natuur bent en die windmolens die slaan gewoon vogels in de lucht door. En dan denk ik, wat is dat nou voor een rare... Ik vind het gewoon heel vreemd. Ja, ik begrijp het ook niet. Nee, ik snap dat niet. Maar ze hebben iets in het hoofd. Hè, dat fietspad moet er komen, want dat geld moet natuurlijk naar het fietspad. En dan moet er in één keer alles maar voor wijken. En terwijl dat fietspad... Ja, laten we eerlijk zijn. Dat is de raad toen gewoon op een verkeerd been gezet met die motie vlak voor de verkiezingen over dat er miljoenen aan koppelkansen geld was van het CDA. Ja. Nou, dat was helemaal niks. Nee. Goed. Wij hebben het format van deze uitzendingen niet compleet gewijzigd. Maar toch heb ik met ingang van dit seizoen de mogelijkheid gegeven dat de gasten die bij mij aan tafel komen vanuit de politiek een eigen onderwerp mogen inbrengen. De rest van de onderwerpen die bepaal ik liever zelf. En die geef ik jullie ook niet van tevoren door, want is de spontaniteit weg. Geldt ook voor de wethouders trouwens. Die willen wel graag van tevoren de vragen weten, want dan kunnen de ambtenaren de antwoorden voorbereiden, bij wijze van spreken. Hoewel dat niet voor alle wethouders geldt, moet ik zeggen. Maar dat is voor de eerst dat we dat doen. En het onderwerp van de PVV is het punt. Ja. Jij wilde het
met mij, met de kijkers, niet de luisteraars en met Marcus hebben over het punt. Ga je gang, Erik. Nee, en dat komt ook weer door gesprekken met inwoners. Dan hoor je dat de Raad van Toezicht is gewijzigd. En we stoppen er ieder jaar, althans komend jaar, een ton in. En ik hoorde ook dat men een onderzoek heeft gedaan naar het mogelijke verpachten, zeg maar, van de horeca in het punt. Nou, wij als raad die er toch veel geld in steken, weten van niets. En ik vind het raar dat op geen enkele manier gecommuniceerd wordt. En dat je dat eigenlijk van inwoners moet horen als raad. Dat vind ik vreemd. En ik krijg toch ook een beetje de indruk, en dat kwam ook naar aanleiding van een gesprek met de ondernemer, dat het punt toch niet het maximale eruit haalt wat eruit te halen valt. En zo was er een... Ik heb ook aan die ondernemer gevraagd, zou jij eventueel de horeca willen doen in het punt? Nou, hij was daar best wel enthousiast over. Hij kende ook mensen die het ook graag wilden. En hij kende ook iemand die toen dat had aangeboden, nooit meer wat had gehoord van de gemeente. En ik krijg gewoon de indruk dat ze bij het punt gewoon niet het maximale eruit halen wat er uit de exploitatie te halen valt. Jij doelde daar ook op, daar heb je ook schriftelijke vragen over gesteld, geloof ik. Scholen en het punt. Ja, ik vind scholen het heel raar. Scholen maken gebruik, geef jij aan, van het theater. Maar lopen dan met een boog om de horecagedeelte heen om het kopje koffie en de nababbel te doen. En gaan op school hun eigen koffie serveren aan de bezoekers. En eigenlijk verwijt jij dat de mensen van het punt. Want je zegt ja, je laat kansen liggen. Ja. Ga je zover dat je dat verwijtbaar vindt? Ja, ik heb zelf een horecaachtergrond, een hooghotelschool gedaan in Maastricht. Dus dat zit er ook een beetje in. En ik denk, stel dat een school zegt, ja, maar die 2,50 of die 2 euro van kop koffie, daar hebben we geen budget voor. Dan had het punt ook kunnen zeggen, nou, dan doen we die koffie tegen kostprijs. Want het zijn wel 200 potentiële klanten van het punt die terug kunnen komen. En als je die in de watten legt, zo ben ik opgevoed in de horeca, kun je er later van profiteren. Maar hou die mensen binnen je tent, denk ik dan. En ik heb een inwoner gesproken, die heeft niet ingestemd met het feit dat er koffie werd gedronken op de school van zijn zoon of dochter. En die is gewoon koffie gaan drinken in het punt als protest. Die vond het heel raar. En die heeft mij ook benaderd. En toevallig kwam ik hem vorige week tegen op straat bij de Koop. En toen hebben we het er nog even over gehad. En hij bedankte mij dat ik daar werk van had gemaakt. Want het was voor hem ook een principe kwestie. Er gaat wel een hoop belastinggeld naartoe. En ook bij hem bestaat het vermoeden dat het punt gewoon niet commercieel genoeg is op dat vlak. En ik vind dat zonde. Marcus, wil jij daarop reageren? Of? Ik heb, moet ik zeggen, als je het over het punt hebt, dan heb ik, daar sta ik een beetje dubbel in. En waarom sta ik er dubbel in? Omdat, kijk, op een gegeven moment, we hebben nu met de situatie te maken zoals die is. En het andere kant voor mij is dat ik wel een hele grote onvrede heb over dat het er al op deze manier gekomen is. Ik zei al net, ik was mijn zolder aan het uitmessen, toen kwam ik tegen, van zo'n steunend alternatief plan. En wat was dat? Dat er geen punt zou komen, maar dat er alleen een soort van een activiteitencentrum waar allerlei welzijnsactiviteiten en een jongeren in loop kwam. En daarnaast zou de sporthal gewoon gerenoveerd worden en zouden er wat kantoortjes bij komen. En dat was het en dat was 2 miljoen goedkoper. En dat hebben wij toen, zat ik in een actiegroep, dat weet ik nog. Met Helene Lammerink-Wijveen, oud CDA-lid. Ja. Rick Papen zat er toen in van de stichting Muziek en Theater. En Dick Kremer van Café Kremer en Dennis Jongeneel van Ondernemers. Ja. En we hadden een ondernemer en een architect erbij. En die had het allemaal. Hè. Dat was een ondernemer van Hekman. De architect was Oosterhuis, geloof ik. Oosterhuis. Ja. En toen zeiden we allemaal, we hadden een avond gehouden en de benen hingen eruit bij die IB-inkomen. En iedereen zei, jongens, waarom doen we het allemaal zo duur? Laten we het gewoon simpel houden. Mm-hmm. Nou, dat is ook allemaal, er was ook wel politiek aanwezig toen, maar daar is gewoon helemaal niets mee gedaan. Je had toen het gevoel, hè, toen zat ik nog maar net in de politiek een paar maanden, maar die werkgroep bestond natuurlijk al langer. Je had gewoon zoiets, er is gewoon het weg ingeslagen en daar wijken wij gewoon niet meer af. En toen op dat moment deed mijn anderen wonen dat nog, in nauwe samenwerking met Jan Binnenmas, die was in de projectbureau. Die waren altijd, laten we zeggen, aanwezig. Dus in die zin ben ik altijd
tegen de komst van het punt geweest op deze huidige wijze. En toen de stemming kwam, kijk de besluiten lezen. Maar nou, ik heb ook niet voor de komst van het punt gestemd. Alleen al vanwege het financiële verhaal. Ik heb het al niet opgestoken. Nee, goed, maar het punt is een punt. Dat bedoel ik. En dat is, nee, maar dat is nu één. En dan kom ik weer terug bij één. Je hebt nu eenmaal met die situatie te maken. En dat voelt gewoon altijd weer onbevredigend. En ik zie wat Erik aan. Al sommige dingen zie ik ook, sommige dingen niet. Maar wat ik heel belangrijk vind, als je een horeca wil laten slagen, en dan ben ik het eens met alle andere partijen, want iedereen wil eigenlijk de horeca, dat op een andere manier... Kijk, als iets gaat winst wil halen, dan moet eerst de beleving erin komen. En ik mis wel beleving. Absoluut. Er moet veel meer... Als je echt een ondernemer... Zit geen als je echt een ondernemer hebt, die trekt eraan. En ik sprak iemand die... Nou, ik heb dus een aantal gesprekken gehad, een stuk of zes inmiddels denk ik wel, met een ondernemer. Hij wil niet hebben dat zijn naam bekend wordt. En die zegt van, ik wil dat doen. En heeft ook een gesprek gehad met, dat is niet zo heel zo lang geleden, 3 maanden geleden, met een, maar dat was op verzoek van het college, uit de boodschap uiteraard, want die heeft in die raad van bestuur gezegd, ze vertelde me dat ook, want ze hadden het hem ook verteld. Ga eens even kijken of horecaondernemers belangstelling hebben in de regio. Dus die hebben geloof ik 4 kandidaten gehad en ik weet niet wat de uitslag is, maar hij had nog niet de uitslag geworden, dus kennelijk loopt dat nog. Maar waar het hem dan in zit, maar als ik die plannen van hem hoor, ik kan natuurlijk onmogelijk allemaal vertellen, want dan denkt het punt, dan gaan wij het ook doen. Maar het werkt zoiets van, hey, dit is helemaal nog niet zo slecht. En die maakt dan combinaties met inkoop, wat voor hem het weer voordeel was. Alleen wat je niet moet hebben, en dat is het, wat je wel krijgt, het punt levert nu geloof ik, de horeca 10.000 winst op geloof ik, dat blijft erover als resultaat. Maar als je gaat verpachten voor 10 of 15, dan is het natuurlijk, dan heb je er niks aan. Hè? Dan geef je het wel weg, maar dan heb je te weinig. Dus je zult wel iets over andere bedragen moeten praten. En ik weet niet hoe ver ze bereid... Je kunt ook wel groeimodel hebben. Hè? Dus ik dat weet niet hoe ver ze bereid om te gaan. Dat je zegt van, we doen eerst 15.000 pacht. Ja. En zoveel van de winst. En dan gaan we daarna eens kijken. Hoe... Als je daar een percentage van afspreekt, dan krijg je altijd gesteggel van wie gaat het dan controleren. En wordt dat wel opgeschreven? Ja. Ik heb ook gevraagd van, hoe ver ben je bereid? Ja, ik moet eerst natuurlijk wel een paar jaren proberen. Ja, kijken, maar ik ben wel overal toe bereid, laat ik maar zeggen. Ja. Dus ik zeg maar, word je dan geen eenling in, in zo'n... Nee, want ik wil samenwerken. Want door samenwerken... En arrangementen samen te doen met theater kunnen we allebei beter van worden. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd wat daaruit komt. Ja, ja. Dus ik heb die vragen nog niet gelezen, maar staat dat er ook bijvoorbeeld in over de ondernemer of over een... Ja, ik kreeg te horen dat onderzoek is afgerond, dat het niet interessant was om de horeca te verpachten. Okay. Dus dat bevreemde mij heel erg, omdat wij als raad totaal niet geïnformeerd zijn. Nee. En dan wil ik weten, wat voor onderzoek is dat geweest? Is dat wel... een goed onderzoek geweest. Wat ik van deze man en vrouw begreep was dat het iemand met een echt uit de horecawereld kwam. Die de hele wereld die kende en die hadden ze aangesteld en die heeft dan dat gedaan, dat onderzoek. Maar hoe dat afgelopen, dat weet ik niet. Ik respecteer dat je de naam niet wil noemen. We zijn er wel benieuwd naar natuurlijk, maar ik begrijp dat je het niet zegt. Ik heb met hem afgesproken. Ik denk, ik vind het een beetje moeilijk om, als later zover is. Ik heb gezegd, je moet er zelf maar mee komen. Dat is eigenlijk de hoofdreden. De horeca, jij stoort je, Erik, aan de manier waarop op dit moment in jouw ogen de horeca niet op de juiste wijze geëxporteerd wordt. Er is meer uit te halen. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. Ja, en als je dan, ik heb dan ook zo'n ondernemer gesproken, daar straalt zoveel enthousiasme vanuit. En die noemde ook heel veel plannen die je zou kunnen verwezenlijken in het punt. Ook met de omgeving, hè? Hoe je dat aan kunt pakken. Maar... En dan denk je, er moet gewoon iemand inkomen met enorme energie. En die zorgt voor enorme reuring en schoen. En jonge kinderen en een hoge hypotheek. Dat hij ervoor gaat. Ja, maar dat heb ik altijd gezegd. Dan moet hij wel. Dan moet hij wel. Want dat is natuurlijk ook, hè, een eigen ondernemer die er voor eigen rekening en risico de horeca exploiteert. Ja, die loopt misschien wel net een stapje harder. Ik weet het ook niet. Ja, maar ik heb het idee dat die mensen in de horeca, dat zijn echt keihard werkende mensen. Hoor. Ja, die kijken niet op een uurtje echt niet. Dus het zit er wel een beetje in. Het creatief denken, want daar zit dan wel het verschil. Dat er meer mogelijkheden zijn, dat hebben jullie beide dan vernomen. En je noemt ze niet, want dan wordt het door het punt overgenomen. Maar het feit dat er dus andere mogelijkheden zijn en op dit moment niet benut worden, dat is dus zorgelijk. Kijk, als Erik al iemand gesproken heeft en ik, dan weten we zeker al dat er 2 kandidaten zijn. Of we moeten precies misschien zijn dezelfde. Het wel dezelfde. Ja, hij zei dat hij niet... Noem dan die namen maar, dan weten we het zo. Hij zei niet dat hij met iemand anders gesproken had. Had ik met hem afgesproken. Is dat wat jou betreft het punt, of heb je daar nog meer... Nee, daar ging het wel. Ik denk dat na aanleiding van de beantwoording van de vragen dit misschien nog wel
politiek verder behandeld gaat worden. Want dat komt dan op de ingekomen stukken. En dan kan je het zomaar aanmelden, maar dat hoef ik jou niet te leren. Nee, maar ik heb wel het gevoel, door de jaren heen, en nou, je hebt er natuurlijk zelf een tijdje nog meegemaakt. Als er nu iets komt waarin geen horeca waar de horeca niet uitbesteed wordt, dan heb ik toch het gevoel dat er in de raad wel iets is van, nou ja, dan doe het ook nog maar, nu moet het ook eens een keer gebeuren. Want dat is eigenlijk elk jaar is dat wel aangehaald. Ja. Van kijk daar gewoon eens naar. Alleen, in het begin is het fout gegaan. In het begin is het toen was die pachtsom te hoog gesteld. Ja. Daar was geen hond voor te vinden. Laat nee, en je moest ook naar de hele inrichting, maar die was gewoon kaal. Ja. Het bouwbedrijf had alles ingericht. Ja. En de keuken was allemaal beton. En dan moest je ook nog ingericht. En dan kost je ook nog 180.000 euro. Ja, wie stapt daar nu in? Nee. Dus, Maar waar je ook nog hebt, voor mij heb je tussen het punt en de horeca zit ook nog weer een vordering onderling. Dat hebben we een jaar stichting. Ja, voor mij is dat ook nog iets van ruim boven een ton of zo. Ja, dus dat moet ook nog afgewikkeld worden, denk ik dan. Maar goed, als er een ander komt, dan moet die stichting dat oplossen. Daar heeft de pachter dan niks mee te maken. Nee, dat vind ik ook. Dat zou wel raar zijn als je die... Goed, Marcus, jij hebt ook een onderwerp aangegeven. En ik weet niet precies wat je daarmee wil. Maar dat hoeft ook niet, want het is jouw onderwerp. Jij wilde het hebben over de kadernota, de afgelopen raadsvergadering. En met name de moties en de amendementen. Tenminste, zo heb ik het begrepen. Ja. Nou goed, de kadernota zit natuurlijk vol met moties en amendementen. Het viel mij op dat er heel veel toezeggingen werden gedaan. Ik geloof van een stuk of 12, 14 van het college. Ook opvallend. Er werd ook heel veel daardoor mede ingetrokken. Ja. En dat was opvallend. En ik vond wel opvallend dat de oppositie kwam met een aantal moties. Terwijl wij al een voorstel hadden gestuurd, bijvoorbeeld waar die asbest in kwam en ook over die subsidie. Om die subsidieplafond gewoon weer naar de ouderwetse nul te brengen, die 250. Dat daar niet op gevraagd werd of aangesloten. We zijn gebeld door Stefan Reuske van de Partij van de Arbeid GroenLinks. Terwijl er daarna één of twee moties kwamen over die asbest en over dat subsidieplafond. Toen dacht ik van, ja, als wij met een amendement komen en je komt zelf met een motie, je weet zelf net zo goed wat als eerste in stemming komt. Ja. Dus dan is je kon zo 3-4 moties, die hadden eigenlijk helemaal geen zin meer. Want wij hadden al anderhalve week voor de tijd, hadden wij iedereen ons voorstellen toegestuurd. Van, je kunt er waar zijn, je kunt bellen, stuur zelf ook, kom op tijd. Nou, de PvdA was heel erg op tijd, want die was op woensdag of donderdag. Jullie waren voor mij nog op vrijdag of zaterdag. En die kwamen op zondag en maandag. Maar daar kom je als fractie niet meer bij elkaar. Nee. Dat is ontzettend lastig. Dus dan zit je in het half uurtje tussentijd van wat moet je dan nog? In die pauze, wanneer je de besluiten gaat nemen. Maar dat vond ik eigenlijk opvallend. Gewoon de tactiek, hoe ze het brachten. En dat vond ik... Ik denk dat je van tevoren veel beter meer kunt overleggen. Ook over een maar als je op tijd bent. In feite heb jij je geërgerd aan de... Nou, ergeren doe ik niet snel. Nou ja, laat ik het anders verwoorden dan. Maar je was verbaasd over de manier waarop ze het aangeboden. Want dat gebeurde zijn. Bij de begroting ook al. Ja. En toen dacht ik van, want bij de begroting waren een stuk of 6-7 moties van de VVD. Die al teniet werden gedaan door 2 of 3 amendementen van CDA of zo. Ja. Maar aan hetzelfde onderwerp. Nou, het amendement komt eerst in stemming. Dus die motie is dan al eigenlijk weg. Want qua inhoud was het gewoon allemaal hetzelfde. Ja, ja ook hier communicatie is belangrijk, denk ik. Ja. Ook tussen oppositie en coalitie. En ik heb het idee, maar dat is ook niet nieuw, dat heb ik ook al eerder naar voren gebracht, dat het daar wel aan schort. Het is duidelijk dat je als partijen verschillende standpunten in kunt nemen. Ja. Maar hier maak je het elkaar, nee, je maakt het jezelf moeilijker dan het eigenlijk. Maar dat heeft denk ik ook met die 12 zetels van GBT te maken, hoor. Je hebt als oppositie, sta je wel eens op punt, ja, wat ga ik doen? Heeft het überhaupt zin om daar tijd in te stoppen? Want als GBT nee zegt, is het nee. Dat is en dat feit, maakt het ook wel lastig. Dat weet ik wel, maar dan moet je de keuze maken, Erik. Ik kan thuis blijven deze raadsperiode. Nee, nooit. Nee, dat bedoel ik. Ja. Je moet toch je punt naar voren brengen. Ja, maar Chris, je hebt zelf in de zakencoalitie gezeten. Ja. 2,5 jaar of zo. Toen waren wij als enige in oppositie. Daar moet je er niet van weerhouden om toch proberen. Nee, natuurlijk niet. Ondanks dat hebben we toch moties en amendementen. Maar wel, in de vorige raadsperiode hebben 60% van onze voorstellen zijn aangenomen in de oppositie. Ja. Wij brachten er niet veel. Ik moet zeggen, we zaten dicht bij jullie aantal. Alleen onze teksten waren een stuk korter. Want het gaat uiteindelijk alleen maar om verzoek. De rest is eigenlijk niet zo belangrijk. Nee. Maar
En de dekking, maar je ging kijken waar de gaten zaten in het coalitieakkoord. Dus zo deden wij dat. Dan denken we, hier is geen... En je wist van sommige partijen, maar dan kom ik als je wat langer meeloopt, dan weet je van, daar is wat te halen bij die partij. En het was wel opmerkelijk dat de SGP vaker met ons meeging. Ja. ChristenUnie was vrij star. CDA, die was alles wat GBT was. Dat moest gewoon tegengehouden worden. Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. Maar dat is nog steeds zo? Of is dat niet hoe bedoel waar? Je? Nou, dat daar nog steeds... Nee, want de CDA heeft volgens mij 30% of zo van hun moties en amendementen die zijn gewoon aangenomen. Partij van de Arbeid 60% van hun voorstellen. Ik heb laatst een overzicht gemaakt, ben ik allemaal... En ja, bij PVV werd er is 1 keer, geloof ik. Ja, toch? Ja. Maar ja, goed. Ja, ik weet ineens meer wat ik voorstelde was. Ja, dat was over die opleiding. Ja, betrokken moest onderwijs. Maar, ja. En ik moet eerlijk zeggen, op een gegeven moment maakte Gert-Jan ook de opmerking van ja, jullie kunnen van alles indienen, maar zodra het tegen het coalitieakkoord ingaat, stemmen wij het af. En toen hadden we ook het gevoel, ja, wat heeft het voor zin dan om überhaupt een discussie te voeren? Of is dat coalitieakkoord zo heilig? Je kunt op een gegeven moment toch ook wijzigingen in standpunten krijgen of over zaken anders nadenken. Ja. Ja, het is een verschil. Kijk, ik zou dat niet zeggen, maar Gert-Jan deed dat toen vorige colleges ook wel. Toen ik dat hoorde, dat is eigenlijk een bekend verhaal. Want hij denkt gewoon, zijn jullie tegen scheidingsloket? Dat staat erin, doen we niet. Zijn jullie tegen kenbudget? Nou, dat jullie weten dat erin staat. Want we hebben een afspraak met elkaar gemaakt en die komen wij gewoon na. Maar dat is eigenlijk wat hij dan gewoon vertelt. Alleen, ik heb zelf niet zoiets als GBT ook van, we gaan niet bij voorbaat zeggen van, dat doen we niet. Hè? We hebben wel natuurlijk gesteggeld even over het Veenmuseum. Over die 15.000. Ja. Maar daar hebben wij, hadden we wel zoiets van, het Veenmuseum heeft zometeen meer kans als het niet zomaar een bijdrage krijgt. Want als het zomaar een bijdrage krijgt, dan doe je een... Dan ga je, ten eerste begin je met een precedentwerking, want er komt zometeen ook de Peddemansboerderij en die komen erachteraan en gaan er veel hoger bedragen. Maar het kans van slagen voor het binnenhalen van subsidies en fondsen is vele malen groter als je geen bijdrage krijgt. En nu krijgen ze eigenlijk een bijdrage, die straks over 3 jaar, die wordt gewoon, daar kunnen we nagaan, daar krijgen ze het gewoon. Maar nu kunnen ze richting de fondsen en richting de subsidiegevers, bijvoorbeeld Leader in Overijssel. Ja. Ik heb ook Jeroen Klinkhamer, vrij kort na die tijd een lijst gegeven van dit zijn de fondsen en subsidies, daar kun je aanvragen. Je hebt geen bijdrage van de gemeente gekregen, zeg dat je een lening hebt, want dat sleut je al niet meer uit. Dus ik denk dat ze met dit voorstel nog veel meer binnen kunnen halen. Ja. En ik heb ook gezegd, ik wil jullie gerust helpen vanuit mijn specialisme. Het kost niks. Ik wil de weg wel wezen, ik wil helpen invullen, maakt mij niet uit. Maar als je de bijdrage doet, dat was echt bedoeld, van als we dat gaan doen, dan kun je bijvoorbeeld de bijdrage van een cultuurplatform, kunnen ze dan niet meer krijgen van 3000. Daar komen ze nu nog gewoon voor in aanmerking, omdat ze eigenlijk geen bijdrage krijgen. Nee. Dus dat was even de gedachte van om het makkelijker te maken. Ja, het was een voorstel van de PvdA, alleen die is helemaal omgebouwd. In goed overleg. Nou, het is een regel omgebouwd over dat bedrag. Ja. Want ik vond het later ook vreemd om in de media te lezen, toen hij het had over dat het bedrag was 32.000 wat aangevraagd was. Nee, tijdens die hoorzitting, daar zat je gewoon bij. En ook in het voor werd gewoon 15 gevraagd. Maar die andere 17, die hadden ze al. Ja. Dus toen in één keer weer 32.000 stond daar zoiets van, hoe kan het nou weer 32.000 zijn? Want we hebben nog nagevraagd van, hoe zit dat? Nee, we hebben nog maar 15 nodig. Ja. Maar goed, ze kunnen nu aan de slag. 27 moties en amendementen zijn er ingediend. Nee, ja, ik zeg... ingediend, maar die zijn later... Ja, ik zeg al, de stemming, dan kijk je naar. Ja, oké. Want laat we eerlijk zijn, bij die lijst ook, er komt gewoon een kruisje van mijn tekentje staan. Maar ik vond wel heel veel. Ik weet niet hoe jij je ervaring is, maar ik heb nog nooit meegemaakt zoveel. Wel eens een keer 2 of 3 ingetrokken, of 6 misschien een keer, heb ik een keer gezien. 2 of 16. Maar dit er zijn er maar een paar, 7 geloof ik, zijn er maar doorgekomen. Ja. Van de 27, dat is wel veel. En dan, ja, ik heb geen vergelijkingsmateriaal. Dus. Nee, maar dan vraag je ik wel waarom, omdat jij ook een opmerking maakt op het eind over tot een hek in het rek. Kijk, de leden gaan natuurlijk altijd over hun eigen prijzen, maar die hebben eenmaal zo'n bijdrage gehad. Maar ja, dat is nu ook weer afgelopen. Het is altijd, vind ik ook, een bijdrage moet een stimulering zijn. En het moet geen... kijk, als het niet over mens en maatschappij en huishoudelijke ondersteuning gaat, ja, dat komt elk jaar weer terug. Maar zoiets als dit, voor de promotie van Twenterand is het goed. En daarvoor was er ook trouwens altijd een promotiesubsidie. En eigenlijk is dit ongeveer, hebben ze ondergebracht in aantrekkelijkheid gemeente dat bedrag. Alleen het is ietsje hoger geworden. Je weet nog hoe dat gegaan is bij Deto toen. Ja. Die kregen toen in één keer 5.000 euro omdat ze promoveren naar de derde divisie. Of wat was dat? Ik weet het helemaal niet meer. Maar hoe komt het, Erik, dat de coalitie, de oppositie, sorry. Eigenlijk in mijn ogen te weinig als oppositie voorstellen naar voren brengt. Maar dat het
vaak voorstellen zijn gedragen door twee oppositiepartijen en dan weer andere. Waarom? Ik weet wel dat je geen vuist kan maken, dat GBT de meerderheid heeft. Maar het komt toch veel krachtiger over als je daar als vijf partijen een voorstel in die. Vijf, dan, of vier? Ja, vijf. Vier. Vier. Maar vijf weet toch niet? SGP, PVV. Vijf. Vijf? Ja, ja. Vijf. Dan kom je toch veel krachtiger over. Waar schort het aan? Ja, ik denk PvdA en PVV, dat geldt ook voor de VVD, dat ligt toch wel mijlen ver uit elkaar. Dus dan hou je SGP, VVD en CDA over. En we hebben voor de kadernoten hebben we bij elkaar gezeten om te kijken wat we gezamenlijk zouden kunnen doen. En er bleken op sommige punten toch ook nog wel verschillen inderdaad te zitten. Maar ik kan uiteindelijk voor mijzelf praten. Kijk, wij zijn geen partij die zegt van, er komen daar vijf windmolens. Als we er drie afpraten, dan hebben we het goed gedaan. Nee, wij willen de nul. Ja. Nul en geen vijf, geen één, geen twee. Ja, en dat maakt het natuurlijk voor andere partijen wel eens moeilijker om op dat punt met ons samen te werken. Wat dat betreft hebben wij keiharde principes waar we niet van willen afwijken. Ja, maar goed, kijk, ik snap wat je bedoelt. Natuurlijk links, PvdA, GroenLinks en PVV, dat is zijn uitersten bijna. Dat is gewoon lastig. Maar ook wel, er kwamen ook voorstellen, ik geloof van CDA, over die meecirculaire en over de kaders veranderen voor, ik weet nog niet meer wat dat voorstel was. Terwijl die daar als raad gewoon over gaat, daar moet je met de raad over hebben, dan moet het college niet opdragen. Nee. En dan denk ik, heb je zo lang daar aan die andere kant van de tafel gezeten en dan moet je daarover hebben. Dat vond ik gewoon, kijk, dan heb je die twee voorstellen, maar er zit gewoon werk in. Hè? Als je een motie doet, dat kost gewoon tijd. Ja. Ja, je gaat dingen uitzoeken, je gaat nabellen, dus dat doe ik altijd wilde, bel je wat ambtenaren of iemand anders die je wat kan vertellen. Ja, en dan is het zonde van de tijd in één keer. En dan voelt het gewoon, als je dat niet haalt, dat vind je gewoon vervelend. Ja. Dan denk je, man, dat ik er allemaal tijd in zit te steken en moest kijken wat eruit komt. Want je probeert toch wel wat binnen te halen, maar ik ben het met je eens, want zo principieel waren wij ook. Maar binnen ons viel bij ons niet over te praten. Ja. VVD ook, alleen VVD zei altijd, op zee mag het ook. Nou, voor ons hoeft het op zee ook niet, waar je zou spreken. Dat is het principiële waar je in zit. Maar ik weet zeker, als wij niet in de coalitie hadden gezeten, of als we niet deze meerderheid hadden, had ik nog moeten zien met die windmolens. Ja, wat dat betreft ben ik blij dat jullie erin zitten. Want anders hadden de windmolens gestaan. Of, dat denk ik ook wel. Heren, het is 8:10. Ik heb toch nog wat vragen. Ik kijk de heren van de techniek aan. De radio hebben we niks mee te maken. Ik ga nog gauw 5 minuutjes door. De burgerpeiling, wel een belangrijk onderwerp. Ja. Het college is met een voorstel gekomen. Ja, sorry. Is jouw onderwerp van de kader nodig? Dat wilde ik gewoon. Okay. Ja, dat viel mij gewoon. Ja. Ik zeg alleen maar wat mij opviel. Ja. En ik snap ook wel dat je vorig jaar heb je niet meegemaakt. En de burgerpeiling, inzet BOA's. De college heeft een aantal voorstellen gedaan waarvoor de BOA's ingezet zouden kunnen worden. En kennelijk dacht GBT, daar denken de inwoners anders over. Ja, omdat je in al die jaren word je door mensen natuurlijk aangesproken. Yes. En dat was toen ook al over de hondenbelasting. Maar daar zaten ook de drie wethouders van GBT bij. Ja, nou, dat maakt ons niet zoveel uit. Nee, daar gaat het niet om. Dus in feite is dat goed, dat jullie dat doen. Alleen vraag ik me dan af, is er dan in het voortraject geen contact geweest met de wethouders daarover en zeggen van ja, maar jullie doen dat voorstel, maar jullie weten toch dat de inwoners daar heel anders over denken. Ja, maar goed, als zij daar verder niks mee doen, wat moet ik daar nou? Het viel mij op. Nou, kijk, het standpunt is goed, hè? Maar daar gaat het mij niet om. Maar het komt niet zo vaak voor dat de partij van de wethouder eigenlijk zegt van ja, maar dat voorstel, dat. Wij hadden meteen toen we het lazen in de Kadernoord, dan gaan we alleen maar die evenementen, wat allemaal door vrijwilligers in een vrije tijd worden georganiseerd, en die gaan we even aanpakken. En dan kwam er weer over die drankcontrole, maar die afval ben ik het allemaal mee eens. Ja. Maar je moet dat concreter maken. En die afval, bijvoorbeeld asbest, werd heel vaak gestort in de Zandstuvenbos en langs het Zwolse Kanaal. En je zag het overal en nu is dat gewoon helemaal verdwenen door die subsidie kennelijk of zo, dat mensen het toch maar wegbrengen voor die, want het kost nu niks. Maar we hadden gewoon ook over die honden uitlaten. En ook over katten hoor, die dan overal lopen. Maar daar kun je niks aan doen, want dan moet ik al postduiven en vogels aangepakt, bij wijze van spreken. Maar wat is iets van. Kijk, we hebben het eerst geprobeerd in het laatste jaar van de oppositie. Van
Laten we dat geld voor die hondenbelasting nog gebruiken voor hondenspeelveldjes. Of doe die, die machine die dan de hondenwerpers op, laat die vaker rijden of schaf er nog een extra aan. Maar dat was gewoon, nou, je weet er zelf ook geen meerderheid voor te krijgen, want een aantal jaren daarvoor heeft de VVD al een voorstel gedaan. Nou, toen hebben wij ook gezegd, als wij straks in de coalitie komen, gaat die hondenbelasting, dan kappen we nog gewoon mee. Want dit heeft allemaal gezin, je hebt alles geprobeerd. En toen hebben we het ook gewoon gedaan. En ja, nou, gelukkig heb je dan, pakt het zo uit. Het was trouwens ook een verkiezingspunt van jullie, die hondenbelasting. Het is gewoon een grote erger en dat snap ik ook wel. We hebben wel gezegd, we moeten daarna wel iets doen. Want er is qua hondenbeleid helemaal niets in Twenterand. Ja, de burgerpeiling was duidelijk. En ik moet zeggen, de respons was redelijk. Ja, was super hoog. Ja, we waren echt niet. Ja, we konden ook een IP-adres eruit gehaald. En dat kun je allemaal doen. En door 984 bleven erover. Heel knap, dus er waren niet zoveel dubbel. Ja. Maar het is wel, eigenlijk was het geen, ik vond het niet echt een verrassende uitslag. Nee. Maar het heeft iets, en we hebben het ook naar de burgemeester gedaan, maar ze is verantwoordelijk, portefeuille of zo, van dit is het, en kom maar met een reactie. En als de reactie niet aanstaat, ja, dan kun je het debat aanvragen, want de bedoeling is dat het op de ingekomen stukken komt. Ja, maar dan kun je altijd moet het college het nog overnemen. Nou ja, we gaan het zien. Ja, oké. N36, Erik. Ja. Daar ben je ook vanuit je fractievoorzitterschap van de PVV Overijssel bij betrokken. Je hebt zelfs de Staten willen terugroepen van reces om daar een debat over te voeren. Wat had jij, in het kort gezien de tijd, wat had je willen doen? Wat had je willen zeggen? Wat had je willen bereiken? Juri Pohl doet die portefeuille en die werkt ook in Den Haag. Heeft die portefeuille infrastructuur als beleidsmedewerker, Tweede Kamer. Nee, er gebeuren zoveel ongelukken. En in het coalitieakkoord van de nieuwe coalitie in Overijssel staat dat men overweegt soms om tot voorfinanciering over te gaan. Bij de N35 heeft men wel een paar honderd miljoen over om mee te financieren. En tot die A36 bedoel je dat doortrekken? Bijvoorbeeld. Okay. Of middengeleiders. Zodanig dat de ambulance er wel tussendoor kan, hulpverleners. Of een derde strook toevoegen. Zodat de ene. Ja, de kan, Duitse variant. En wij zeggen gewoon, wacht nou niet op de minister. Ga dat voorfinancieren. Er is geld zat in Zwolle. En ga later om de tafel zitten met de minister. Want er gebeuren zoveel ongelukken. Het is een wonder dat een frontale botsing met een persoon over een vrachtwagen, dat daar geen doden zijn gevallen. Ja. Op de N35 zijn wel eens 9 auto's. Ja. Maar ja, goed, je merkt gewoon dat de focus anders ligt nu. Want we hadden toen, er was een beantwoording gekomen, ook op een vraag bij de kadernota over die N36. Toen zei voor mij Bart-Jan Harms van, we hebben daar in provinciaal mobiliteitsoverleg hebben het daarover. En ze zijn bezig met Ommen en Hardenberg, Hoogeveen en Hardenberg, omdat het met in elkaar overloopt om daar ook een soort van coalitie te vormen. Maar je ziet gewoon, er zijn wat dingen gebeurd nu aan de N36. Nu is het even van, jullie maar even kalm aan. En de focus die is nu gewoon op die A35, want dat is natuurlijk wel ook wel een knelpunt. Ja, dus dat verlegt. Alleen, we hebben wel gezegd. Ja, maar alleen, dat is niet zo. Het is nee, niet maar af. Goed, wij waren die maatregelen die er kwamen. Daar was het college destijds mee akkoord, maar wij vonden die maatregelen nu zeggen genomen, vonden we helemaal niks. Nee. Ik vind het gewoon weggegooid geld. Zijn echt mensen bang, hè? Ik ook. Om de ontwijk de weg ook. Ik moet mezelf ook, ik denk er ook wel eens over na. Als ik kan kiezen, ik weet dat de N36 sneller is, maar dan rij ik over Dalen. Het is zelfs zo erg, Chris, dat ik met mijn auto of met mijn motor achter een auto ga hangen. Ik denk wel, als die klap komt, dan vangt hij Je gaat er dichter achter. Ja, je laat meer ruimte. Ja. Ik moet zeggen, ik heb het zelf niet, maar ik rij ook vaak 's avonds. Dan kom je van een raadsvergadering. Ja, dan rijden bijna niemand, dus morgenochtend om 10 uur, jongens. Dan moeten jullie het aanmeldformulier. Dat heb ik al gedaan. Bijzonderheden? Gaan we debatteren? Wij gaan er vanavond nog over hebben. Dus wat ik wel een bijzondere discussie ga vinden is over dat bedrijf Dekker in Den Ham. We kijken vooruit naar dat debat. Ja, ja. Okay. Ze gaan ook inspreken. Ja. Goed. We hebben geen kijkers, we hebben geen gemeentelijke berichtgeving gekregen, maar dat zal ook wel door het reces komen. Maar 10 september is de eerste raadsvergadering waar Delta uiteraard ook weer verslag van doet. Ik bedank de heren van de techniek die er wel zijn, Rogier en Marvin. En ik dank Henry en Pascal die er dan vanavond niet zijn, maar gisteravond wel de zaken hebben opgebouwd. Dus het is allemaal weer voor elkaar gekomen. Ik dank ook mijn gasten. We hebben zonder onderbreking 5 kwartier met elkaar kunnen spreken. Dat ging wat mij betreft redelijk goed.
Volgende keer een soort zomergast ervan maken. Ja, zomergast. Ja. Kunt er hier... Ja, dat kan. Heb je de TV-fragmenten eerder? U weet het, alles is politiek. Maar politiek is niet alles. En toch slagen we er bijna altijd wel weer in om een interessant praatprogramma over die politiek te maken. 5 september, en dat is wel belangrijk, dat is volgende week donderdag, dan zijn we er alweer. Want we wilden het schema niet in de war gooien. Normaal gesproken komen we om de 14 dagen. De bedoeling was eerst om 22 augustus deze sessie te houden. Dat kon niet. Die hebben we vanavond gedaan. Maar dat betekent, als we het schema vast willen houden, dat we volgende week weer een uitzending hebben. En dan is wethouder Bart-Jan Harmse mijn gast. En Brenda Hannenberg, secretaris penningmeester van de mediagroep, de Delta Mediagroep. En iemand van de Omroep Hardenberg. De beide omroepen werken al met elkaar samen en gaan nog nader met elkaar samenwerken. Men is op zoek nog naar de nieuwe voorzitter. We hebben nog vrijwilligers nodig bij Delta. Dus genoeg stof om ook volgende week weer te luisteren naar het praatprogramma Politieke Stem op Delta FM. Ik dank u voor uw aandacht en wens u nog een heel prettige avond.